Hey, hallo, Corine hier. Nou, jullie zien het weer al voor je liggen. Ik heb de nieuwe Janine's Mindful Art Collection, The Feelings of Freedom, er weer bij gepakt. Van de week had ik natuurlijk die rouwkaart uit dit blok. En nu ga ik aan de slag met dit papier. Ik vind de bloemen en ik vind de kleurstelling echt geweldig. Ik kan je vertellen, je kan het met kraft bewerken met gewoon met wit, met blauw, wat heel erg goed matcht. Nou, er zit heel veel gaaf papier in. Als je dit nog goed wil bekijken, moet je even naar mijn vorige filmpje kijken. Ik ga hiermee aan de slag. Ik ga dit blokje, daar heb ik het een en ander aan plaatjes alvast uitgehaald. Helemaal geweldig. Mooie bloemen takken. En wat ik dus ga gebruiken is weer deze mal. Alleen nu ga ik hem in zijn geheel gebruiken. En ik heb besloten om hem niet opengewerkt te houden. Ik kan trouwens al wel dingen laten zien die ik al gemaakt had met die lijm. Omdat je hem dan op twee manieren kan doen. Dus ik had hem nu hier op deze heb ik hem dus opengewerkt gehouden. En ik heb dat opengewerkte frame hier gebruikt. En nu ga ik dit frame gebruiken. Ik heb hem hier dus opengelaten. Ik ga hem dadelijk dichtplakken op een andere kaart. Ik dacht, nou, ik vind het ene wel sierlijker. Oeps, nou valt hij bijna. En dan zou die dus echt gewoon helemaal beschadigd zijn. Komt ook dat het karton niet zo heel stevig is, moet ik zeggen. Ik ben eigenlijk niet zo gelukkig mee. Goed, ik heb al het een en ander uitgestanst natuurlijk. Ik heb die ene mal, die kleine, die cirkel, gewoon hierop, hup, door de machine heen gestanst. Eerst dit frame uitgestanst met die stiksteekjes. Toen die erop, ben ik, oh, vind ik wel een leuk effect. Maar wat ga ik daar nou mee doen? Ik heb van dat stof, het is echt stof, het is geen tulle, het lijkt wel gordijnenstof. Zit op een rolletje en dat heb ik op die andere ook gedaan. Dus ga ik aan de achterkant er even tegenaan plakken. Dan heb je een beetje dat het niet zo hard overkomt op het blauw. Want de achterkant is dadelijk blauw. Ik denk, nou weet je, dat doe ik dan met deze ook maar. Dat heb ik op die andere kaart ook gedaan. En dat hoeft natuurlijk niet, maar dat vind ik dan weer gewoon een leuk detail. Is maar net waar je van houdt natuurlijk. Nou, ik ben afgelopen weekend ben ik in Waddinxveen geweest. Ook daar heb ik natuurlijk weer ontzettend leuke mensen ontmoet. Ik heb een workshop mogen geven. Heel gaaf. Dames hebben hard gewerkt ook weer. Ik moet zeggen, de resultaten waren echt allemaal binnen de tijd ver klaar. Dus dat viel ook nog niet tegen. Dat is altijd best wel een beetje een dingetje hoor voor ons. Om dat in te schatten van, kijk, hoe snel gaat iets, hè? Je kan iets verzinnen. Maar hoe snel krijg je het voor elkaar om het... Ik moet even rechter knippen. Want anders dan komt het er dadelijk voorbij. En dat vind ik niks. En dat valt voor mij niet mee, hè? Recht knippen. Kom dat je er ook helemaal fluit van ziet, hè? Het is zulk doorschijnend spulletje. Oh, maar ik ben zo wel tevreden. Zal ik daar lijm? Nee, daar ga ik geen lijm achter doen. Kijk. Nou kijk je er dus doorheen en zo zie je het niet. Oh, het zit een beetje scheef. Maakt dat uit? Nee, dat maakt niet uit. Maakt dat wel uit? Nee. Wel? Nee, toch? Nee, dat maakt niet uit. Dat moet je, niet, je moet niet zo moeilijk doen, komen. Af en toe kan je gewoon echt wel een beetje mieren neuken. Dat moet je niet doen. Kijk, nou komt hij dus zo. Anders had je dus keihard dat blauw op de achtergrond gehad. En nu komt er nog een beetje een soort zilverachtig gloedje van achter. Ik vond dat wel leuk. Je kan hier zelfs ook nog wat tussen steken. Dat zit ik nou ineens te verzinnen. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Misschien ga ik dat nog wel doen. Misschien ga ik er nog wel een tekst tussen proppen. Ik ga eerst deze kaart hier gewoon simpel op bevestigen. Want hij wordt verder helemaal niet zo moeilijk. Soms moet je gewoon het papier zijn werk laten doen en moet je er niet te veel aan doen. Dit is gewoon een ontzettend mooie mal. Dat waren we daar in Waddinxveen ook allemaal wel over eens. Dat het gewoon een hele mooie sierlijke mal is. Met bruikbare stukjes erop. Ja, en soms moet je dan gewoon niet te veel willen doen. Dus dat gaan we dan ook maar niet doen, hè.
Kijk, hij is natuurlijk ook heel leuk met dat open frame. Als je die allebei gebruikt en dan een shakerkaart ervan maakt. Ja, daar komt ze weer op met shakerkaarten. Ik ben er helemaal gek van. Ik kan er niks aan doen. Ik heb echt zitten twijfelen. Zal ik dit gedeelte nog als shaker gebruiken? Ik denk, nee Koos, ga je uit. Je kan niet alle kaarten die je maakt shakerkaarten van maken. Maar het is zo leuk. Maar ja, alles is leuk, hè? Kijk, dan zit ik gewoon weer met mijn oude prikpen. Dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen, hè? Ik moet gewoon die van Studio Light erbij pakken. Want daar werken we natuurlijk voor. Kijk, mijn puntje gaat al een beetje afstompen. Ik wil wel een klein beetje vloeibare lijm erop. Ik hoop dat hij het doet. Want ik heb hem expres op zijn kop gezet toen ik klaar was. Heb ik de verkeerde fles? Haha. Staan er twee op zijn kop namelijk. Eén van de twee moet ik nog steeds doorprikken. Maar dan denk ik, weet je, ik doe het makkelijk. Zie je, deze doet het wel. Weet je wat ik nou dadelijk doe? Als deze helemaal leeg is, zet ik gewoon die tuut over. Ja, dan heb ik toch ook geen probleem. Wat ik wel adviseer is, jongens, gebruik niet al te veel lijm. Dat zag ik op de workshop. Mensen zijn soms echt heel, heel scheutig met lijm. En dat hoeft helemaal niet. Wat je dan ook heel snel hebt, is dat je papier zo gauw gaat bobbelen. Nou, dat is ook helemaal niet mooi. Even kijken hoor, of ik een klein beetje rechter kan. Ik heb het idee dat ik iets of wat scheef heb geplakt. Dat heb ik ook wel. En misschien ga ik hem nog wel even een heel klein stukje, een stukje snijden. Ga ik dat niet doen. Ik vind hem aan deze kant net iets te breed. Dus, er zit nog een stuk kopieerpapier op. En waarschijnlijk als ik hem dadelijk, ja, dit zijn dus die dingen die ik dus zie. En wat jullie dus waarschijnlijk helemaal niet zien. Maar waar ik me wel aan erger. Want die reactie krijg ik dan als ik dus de mensen live zie. Dan zeggen ze, ja, maar wij zien dat helemaal niet. Dat valt helemaal niet op. Maar ik vind hem nou gewoon beter. En het is mijn kaart, dus ik wil wel dat hij mooi is. Zo, hapsakee. Nou, wat heb ik dan nog? Dan heb ik dus mijn bodemkaart. En wat ga ik doen? Ga ik eerst deze hierop plakken? En dat ik hem dadelijk ietsjes verhoogd op... Misschien doe ik dat wel. Of zal ik deze verhoogd op plakken? Ietsjes. Hij wordt toch in principe beschermd. Door heel de kaart. Maar weet je, dan wil ik wel. Dan heb je toch nog een beetje dat effect dat hij een beetje diepte heeft. Ja, dat gaan we doen. Ga ik dadelijk alleen even kijken. Zit hij qua grootte? Qua breedte en dergelijke. Want ik heb hem dus geprobeerd een beetje te matten. Nou, die lengtes die vind ik prima. En ik denk dat ik hier ook verder niet al te moeilijk over moet doen. En gewoon zo moet laten. Ja, dan gaan we hem hoger opplakken. Let's do it. Soms moet je gewoon ineens je ingeving volgen. Hopsakee. Kost wel veel foam, hè. Dat dan weer wel. Maar ja. Ik moet zeggen, dit is. Ik gebruik natuurlijk en ook de foam van Studio Light, maar dit is hele goedkope. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dit is niet de Studio Light foam hoor. Deze is wat breder. Kijk, nou vind ik hem. Dus nou zit hij iets omhoog dadelijk. Moet ik natuurlijk wel proberen goed recht te plakken. Dat wordt wel weer een dingetje. Ik ga het maar proberen aan één kant. Kijken of me dat lukt. Dan hou ik deze maar een beetje in de lucht. Dan gaan we maar een beetje gokken. Mag eigenlijk niet gokken, hè? Slecht voor je. Maar het is gokken met papier. Dat is niet zo erg. Kost niks. Maar ik denk dat hij nou wel recht zit. Nou, top. Ik vind dit helemaal prima. Nou, dan ga ik even de andere twee delen van tape. De tape eraf punniken.
Ik wilde hem expres gewoon beschermen. Heel vaak is het natuurlijk met dit soort mallen. En hoewel ik ervan hou hoor, daar gaat het niet om. Maar wel teer. Voor in je post. Dus ik dacht, nou weet je, zo kan die ook. En ik ga hem heus nog wel op de tere manier, want dat heb ik natuurlijk al gedaan. Deze mal gaat echt nog wel vaker voorbij komen bij mij. Kijk, maar nou kan er niks mee gebeuren, hè, in de post. Ik had er eigenlijk gewoon een dubbele kaart van moeten maken. Maar heel eerlijk, mijn papier was gewoon ver op. Mijn donkerblauw, dit is het laatste wat ik heb. Dus dat is natuurlijk niet al te veel. En omdat dit het papier is van Vase, dacht ik... Oh, nou is het misschien wel leuk als ik hier een afgerond rondje... Maar dan moet ik even kijken hoe... Moet ik even mijn afgerond rondje bijpakken? Dan moet ik even zien of dat het dan wel is. Dat zou nou zomaar net groot kunnen zijn, die ronding. En dan valt het tegen. Dus ik ga het gewoon even proberen op een restje. Kijk, hier hebben we gewoon, moet wel een recht restje zijn. Dus dit. Hoppatsa. Nou, dat kan eigenlijk wel, hè. Dan zit ik misschien wel net. Even kijken hoor, als ik die dan zo pak. We gaan het gewoon maar doen, denk ik. Ja, dat vind ik net een beetje mooier. Ja. Nou. Ook weer tof. Kost altijd even krachten. Nou. Zo zie je maar weer. Weer wat geleerd. Nee hoor, niks geleerd. Gewoon gedaan. En dan komt deze. Ga ik die ook verhoogd opplakken? Dan krijgen we toch wel steeds meer wat diepte. Ja, denk het maar wel. Om toch gewoon... Oh, dan moet ik even deze van onder halen, anders gaat die krom. Om gewoon iedere keer wat diepte, extra diepte te creëren in je kaart. Nou, hier gaat bijna een hele rol op, zoals je ziet. En ik ben echt niet zuinig met dat spul. Een beurskind zou zeggen, niet zoveel van. Die gebruikt stukjes. Ik kan het niet. Ik heb gewoon graag dat als ik erop zit, als ik eraan zit, dat het massief is. Ik hoop dat je me begrijpt. En, maar ook dat is gewoon weer ieder zijn ding. Kijk, en dan kan ik hiervoor kiezen, maar ik laat dit gewoon maar puntjes. Dat vind ik dan weer niet storend, omdat dat een rechthoek is. Dus die komt daar. Nou, ook die gewoon weer eerst aan één kant. Ja. Is dat even mazzel dat dat de achterkant is? Nou is het lijm, dus dat maakt ook niet uit. Nou, we gaan weer even mikken. Moet je toch nagaan, dat heb ik dus gewoon toen van cursisten op deze manier geleerd, hè. Die zei, nee, dan moet je eerst de ene kant losmaken. En dan. En toen zei ik, oké, dat doen we dan. Maar dan doe ik er ook nog een beetje vloeibare lijm aan. Dat is dan wel weer mijn tactiek. Want ik heb echt een hekel aan als het helemaal scheef zit. Fijn, dat weten jullie natuurlijk wel. Maar wat een onderneming, hè? Even naar Waddinxveen karren. Haha. Maar het was wel leuk. Ik vond het wel heel spannend. Want ja, ik ben nog nooit... ik ben via Dordrecht gereden. Ik was nog nooit over de Moerdijkbrug gereden. Ik was nog nooit over de Brienenoordbrug geweest. Nog nooit daar heel die hoek in Rotterdam gezien. Ja, eigenlijk die randweg natuurlijk. Ineens zit je gewoon op 6 banen tegelijk. My goodness. Dan ga je een tunnel door en denk je... Oh jee, volgens mij zit ik verkeerd. Ik had me voorgenomen... Ik blijf gewoon zoveel mogelijk rechts rijden. Zoveel mogelijk achter vrachtwagens hangen. Heb ik ook geen problemen met trajectcontroles en dergelijke. Want die rij je toch te zachtjes. Dus dan heb ik dat probleem niet. Nou, kijk nou hoe leuk. En wat denk je? Dan ben ik daar dus onderweg. En op een gegeven moment lopen daar twee van die grote nijlganzen midden op de weg. Ik denk, oh my goodness. En mijn auto, ik kwam hier aanrijden. Die ganzen die kwamen zo aangestapt. Ik denk, oh nee, oh nee.
En vlak voor mijn auto, ik denk, ja, ik kan niet remmen. Er staat een auto achter me, een rijauto achter me, er rijdt een auto voor me, er reed er een naast me. Ik denk, ja, en dan? En vlak voordat ze bij me waren, hup, stapten ze weer de andere kant op. Nou, ik was met een partij blij. Ik denk, nou, dan heb ik dat niet gehad. Heb ik in ieder geval geen gans doodgereden. Ik weet trouwens niet of ik hier wat achter ga doen. Ik weet ook niet hoe het dadelijk gaat vallen, want ik ga hier iets met takjes en met veertjes, had ik bedacht. Kijk, ik heb het al uit zitten knippen. Moet je nagaan, ik ben er gewoon al bijna. Dit is gewoon een heel kort filmpje, denk ik zomaar. Maar ook dat is wel eens fijn, toch? Hoeft niet altijd heel erg lang te duren. Maar ik had wel gedacht, ik denk, hé, misschien is het wel leuk om een veertje te gebruiken. Ik vond dat er wel een beetje poezelig bij. Dus er komt hier een veer. En er komt daar van boven een veer. Maar die zijn natuurlijk veel te lang. En weet je wat je met die veren altijd hebt? Dan zijn ze zo stug. Dat laatste stuk. Dus dat mik ik gewoon weg. Daar doe ik echt niks bij mij. Ik heb ook zitten twijfelen van ga ik er een grote strik op doen. Maar ja, weet je, op die andere zit ook al een strik. Ik denk, ja, dan is het allemaal strikken. Dus ik dacht, hé, Ko, verzin er weer eens wat met je veertjes. Nou, die kan weg, dat prutsje. Ik denk, als Truus dit allemaal ziet, dat gaat ze op zitten knabbelen. Dus dat gaat gauw in de prullenbak. Nou, dan heb ik die tape niet meer nodig. En ik heb geen foam meer nodig. Hoe fijn is dat? Ik hoop wel dat we trouwens nog doorlopen. Ik hoop niet dat ik te veel... Nee, ik geloof niet dat ik buiten beeld bezig ben. Dus ik zit nog wel te twijfelen of ik hoe heet dat? Een dingen ga gebruiken. Ik moet even de achterkant. Ik wil mijn bloemen vormen. Of ik de tekst ga gebruiken. Dat is nog even een twijfeldingetje. Maar dat is zo gedaan, hè? Kijk, ik vind het dan leuker om die bloemen iets wat te laten bollen. De takken worden iets gebold. Dat er iets wat beweging in het blad zit, zal ik maar zeggen. Nou, dat is nou even weer dubbelzinnig, het blad. Dat is letterlijk en figuurlijk, moet ik zeggen. Het is niet dubbelzinnig. Letterlijk en figuurlijk. Zo. Ik heb ze allemaal even nageknipt. Dat doe ik dan eigenlijk wel altijd. Dan heb ik niet zo secuur bij de blaadjes, omdat ik die er allemaal wel een beetje tussen frommel overal. Dus... Maar ook die heb ik wel geknipt. Het ergste wat er aan de buitenkanten aan zit. Ik vind het persoonlijk heel erg lelijk dat je overal van die puntjes nog ziet zitten. Dus die moeten er bij mij af. Kijk, en nou zie ik er hier dus nog één. Dus die gaat er nog even af. Die kan je schuren, je kan ze knippen, wat jij wil. Het maakt ook niet zoveel uit. Kijk, er zijn er ook, die vinden het niet erg. En dan moet je het ook gewoon vooral zo laten. Maar ik erger me daaraan. Ik vind het niet mooi. Dus bij mij moet het eraf. Kijk, dan heb ik dit. En dan heb ik deze pareltjes erbij gepakt. En ik denk dat ik die toch maar ga gebruiken. Die kunnen er later altijd nog tussen. Of ga ik ze er gewoon... Lastig. Even denken. Even laten landen. Deze gaat weg. Want ik ga alles met lijmpistool doen. Dat sowieso. En ik weet niet of die al heet is. Ik denk het eigenlijk onderhand wel. Zie je? Dat is... Kijk, ik wil het een beetje... Hij moet er langs vallen. Zo. Ik vind... dit moet wel in beeld blijven natuurlijk. Mijn... hoe heet dat ding? Mijn opengewerkte deel. Maar het mag wel een klein beetje bedekt worden. Dat vind ik niet erg. En deze punt ook. Het lijkt wel of de motten eraan gevreten hebben. Zou het een beetje motten gehad hebben, die dat vogeltje. Het is natuurlijk van een vogeltje. Maak ik me altijd wel een beetje, of tenminste zorgen niet, daar denk ik altijd wel even bij na. Welke vogel zou dat geweest zijn? Ja, heeft dat nou zin om dat te weten? Nou ja, dan denk ik. Ik hoop niet dat ze hem speciaal ervoor doodgemaakt hebben, om mooie veertjes te krijgen. Deze komt hier. Ik wilde deze een beetje... Ja, zo. Ik ga het maar een beetje met mijn... pincet en mijn
En mijn lijmpistool. Alles even een beetje aankleden. Ik had deze grote en die wilde ik eigenlijk een beetje overal her en der nog vandaan van achter laten komen. Dus die knip ik even door. Ik denk dat ik die, dan moet ik wel even die, kijk dat het er een klein beetje nog aan zit, dat vind ik niet zo'n ramp. Anders heb je ook geen body om hem vast te plakken natuurlijk. Maar ik wil hem eigenlijk een beetje hier van achter laten piepen. Moet hij wel vastzitten hoor. Dus dat komt dadelijk. Dat doe ik als die dadelijk helemaal vast zit. Zo ver mogelijk. Dan weet ik een beetje waar ik mijn takken en zo. Ik denk de bloem zo. Oh, ik heb het net uitgelegd gehad. Maar weet je, dan ga je het weer verleggen. En dan weet je het weer niet meer. Dus hij komt een beetje daar. Hij komt een beetje daar, zegt ze. Hij komt een beetje zo. Ja, een beetje zo. Ja. Dan kan deze hier van achter piepen. Kijk, als je hem nog een beetje zo vormt. Dan heb je nog iets meer model. Zo. Is het leuker dat deze er gewoon bovenover komt? Ja. Dat dan weer wel. Dan komt die een beetje daarvan achteren. Nou, dit is, moet ik wel de goede kant naar boven doen natuurlijk. Want het zou een beetje knullig zijn dat ik hem... dan komt die hier nog van achter. Zo, ja. Dan zie je niet dat ik hem heb doorgeknipt. En dat was mijn bedoeling. Soms zitten blaadjes net een beetje niet zoals ik ze wil hebben. Nou ja, dan knip ik ze los. Even kijken, want dan heb ik hier nog een klein blauw bloempje. Ik moet even wegleggen. Ik denk dat jullie dat zelf ook doen. Ik zit vast met zet. Ik heb allemaal lijm. Kijk eens, ik ben met... ik heb een beetje bruine vingers. Ik ben voor de workshop die ik binnenkort moet geven, de online workshop, ben ik ook bezig geweest. Ik heb hier gelukkig nog een blauwtje. Dan doe ik hem ietsje meer zo. Zo. En dan komt er hier nog een blauwtje. Gaan we het zo doen? Ja, ik denk het me wel. Dan komt die er gewoon zo van achter piepen hier. Oké. Ja, dat moet je, dat is het handigste dat je het even lichtjes uitlegt. En dan weet je een beetje van, oké, daar wil ik ze hebben. Als je ze dan één voor één opraapt, kun je ze ook weer netjes terugzetten. Maar dat is het natuurlijk. Ja, weet je, voor de lives maak ik altijd wel een voorbeeld. Maar voor mijn video's doe ik dat niet altijd. Dan krijg ik allemaal zoveel dubbele kaarten. En dan hoor ik al roepen, oh, maar die kun je gewoon naar ons sturen. Tuurlijk. Als de TNT niet zo duur was, deed ik dat ook wel. Maar ik kan natuurlijk niet naar iedereen zomaar een kaart opgezet sturen. Ook wij moeten soms een beetje op de kleintjes letten. Hè? Ik ben echt geen echt... ja, weet je, dan zeg ik geen cent te veel. En dat heb ik van de week geleerd. Wij zijn zuinig, wij Zeeuwen. Maar niet gierig. En daar had ze gewoon volkomen gelijk in. Want dat is ook zo, hè? Kijk, die knik ik nog even een beetje dubbel tussen mijn nagels. Zo. Dan komt er iets wat meer body in. Even zien, hoor. Die gaan we er gewoon onder proppen, zo. Hupsakee. Hier heb ik nog zoiets. Dus die knippen we weer even naar elkaar toe. En die komt meer daar, denk ik. Als ik eronder kan komen natuurlijk. Ja, dat lukt.
Je moet gewoon zelf voor jezelf even een weg zien te vinden hoe je een toefje maakt. En ja, sommigen vinden het heel lastig. En tuurlijk, het kan ook best wel eens lastig zijn. Maar als je het op deze manier doet, eerst even wegleggen, dan komt het echt helemaal goed. Kijk, deze had ik bedacht. Want ik vind, eigenlijk hier is het nou natuurlijk niet zo mooi, hè? En dan ga ik even kijken of dat ik het zo aan elkaar red. Als ik hem ertussen zet. Of ik dat ertussen. En dat lukt. Nou, wauw, die pauw. Oh, ik moet wel even een beetje opletten met mijn... Kijk. En dan vind ik het ook altijd grappig dat er ergens zomaar van tussen een blaadje komt. Dat is in de natuur natuurlijk ook, hè. Dus ook die knip ik er weer een beetje. Oh, mijn zoon is ook al aan het kletsen. Even kijken waar ik die nog ga stoppen. Ga ik die hier ook echt tussen stoppen? Of ga ik hier nog een blaadje doen? Ik wil eigenlijk hier ook nog wel een blaadje. Maar ik vind deze, weet je, ik knip hem even door. Want ik vind beide kanten eigenlijk goed. Dus als ik hem nou doorknip, kan ik er hier een tussen. Ja, dat gaan we doen. Dan weet ik dus ook echt werkelijk waar niet of ik dat die pareltjes er nog wel tussen ga zitten doen. Kijk zo. En even zien hoor. Ik vind hem daar ook nog een beetje kaal. Hier. Dus daar komt er nog een. En weet je, als ik nou denk van oké, ik vind dat ik toch ergens nog een blaadje mis. Dan knip ik hem hoor, zo erg is het niet. Nou, ik denk hier. En dan zie je dat hier dus nog iets een lichte punt aan zit. En dan haal ik dat er even weg. Hoppatee. Niet te moeilijk doen. Ja, die doe ik daar. En dan is gewoon echt alles opgebruikt, hè, wat ik had geknipt. Hopsa. Nou, ik vind dit echt heel leuk. Echt super. Nou weet ik alleen niet of ik hier daar dus een tekst tussen ga proppen. Misschien eigenlijk gewoon helemaal niet. Wat ik wel een beetje wil, is een beetje spetteren erop. En ik wil even zien hoe het is met mijn pareltjes ertussen. Even kijken hoor. Hoppakee. Nou. Als ik hem op 3 afknip. Ik laat het 3, 2, 1. Maar weet je. Even kijken. Deze is langer. Hopsa. En dan moet ik even zien, want het kan best zijn dat ik dat te veel vind. Ik vind het wel speels altijd. En dan hebben we hier ook nog een. Er zitten er gelukkig 2 aan elkaar. Even kijken hoor. 3, 2, 1. Hopsa. En dan denk ik dat ik hem hier, ja, ik ga deze er gewoon tussen knallen. Maar dit is altijd wel even een dingetje, want die lijm, zie je, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat gaat overal tussen, behalve waar ik het wil hebben. Zo, en dan heb ik hier, is dat al droog? Dat is al te droog. Daarom was ik even mijn oude matje. Ik denk, weet je, ik plak even die mat erop. Ik was eigenlijk al gewoon bezig om hem in elkaar te zetten. Ik denk, nee, Nico, je hebt een woensdag helemaal geen filmpje klaarstaan. Dat komt omdat ik de laatste tijd zo vaak een live heb. Ja. Dan heb je daar geen erg in. Dus ik denk, oké, dan moet ik wel even filmen. Dat is niet erg hoor. Want ik ben toch elke dag al bezig met een kaart. Dus... Niente problema. Dat zijn er 2. Nou, en dan komt er nog eentje met 1. Daarvoor. Denk ik. Of er zo van achter. Als ik deze nou een beetje buig. Oh. Oeh! Nou, weet je, doe het maar gewoon zo. En doe hem er gewoon bovenover. Dat maakt niet uit. Dat maakt het toch een lekker een beetje speels. Vind je niet?
Ja, ik vind van wel. Dan gaan even die veren een beetje aan de kant. Dus ik zat even, maar dat vind ik eigenlijk zonde. Nee, ik laat dit gewoon zoals het is. Leuk hè, zo'n klein randje erin. Je kan dat natuurlijk ook als je deze nou stanst en je gaat hem gewoon weer helemaal terug opvullen. Maar dan moet je hem op dubbelzijdig tape stansen. Dan plakt hij gelijk weer helemaal vast. Nou, we gaan er nog een beetje wit op spetteren. Ik hoop dat hij wil spetteren. Oh jongens, het weer is er ook weer niet beter op geworden, zie ik wel. Dan heb ik wel even wat, want ik moet dadelijk... Dan zit dat allemaal aan de mat. Oh. Weet je, en deze is aan zijn eind van zijn Latijn. En dan soms doet hij het ineens weer. En nou wil hij gewoon... Het is toch niet dat ik niet map, hè? Ik vind dat leent dit papier zich voor. Beetje gewoon witte details er extra op. Hoppata. Ik vind het helemaal tof. Tekst? Wel? Niet. Wel? Niet. Even kijken. Want ik heb hier hartelijk gefeliciteerd. Ik heb hier ook gewoon gefeliciteerd. Maar vind ik dat dan leuk op deze manier hierop? Of moet ik... Want dit vind ik wel heel donker worden. Hè? Alles wat je donker ziet, dat... Ja, dat is echt even een twijfelding. Want alles wat je donker ziet, dat wordt ook donker. Dus dan zou ik hem eigenlijk een heel donkerblauw moeten stempelen. En dan een witte achtergrond. Daar twijfel ik echt heel erg over. Want ik vind hem eigenlijk zo gewoon al heel mooi. En dan denk ik, wat voegt het toe? Nu kan ik hem sturen naar alles wat er... Of ik moet een hele smalle tekst. Die ik ook nog wel heb. Moet ik even kijken hoor. Die vond ik ook wel heel mooi. Lach het leven tegemoet. Nee, dat vind ik niet leuk. Nee, wat een geluk dat ik jou ken. Nou, weet je, ik ga het gewoon even doen. Ik ga het gewoon even uitstempelen. En dan zie ik het vanzelf. Ik doe het in twee delen. Hartelijk. Gefeliciteerd. Ik ga het gewoon even stempelen. Dan zien we het vanzelf. Is het niks, dan is het niks. Dan valt het tegen, dan hebben we pech. Ik ga het nu op wit. Doe wel ander wit als wat we gewend zijn. Ik heb nu dit papier allemaal van Vase. Maar ik vind dat je daar weer niet mooi op stempelt. Dus. En dan pak ik even mijn... Want hier moet je wel een paar keer op heen en weer. Even mijn stempelhulp erbij. Even zoeken. De andere zit natuurlijk nog weer in de tas. Dat heb je als ik op workshop geweest ben. Dus misschien komt hij er wel helemaal niet op, hè? We gaan het gewoon zien. Ik leg hem wel even vast. En dan denk ik dat ik hem maar stempel met Archival. En ik heb van de Archival, is dat het goede blauw? Eigenlijk niet, het is Faded Jeans. Oh my goodness. Ik heb ook nog van... Ja, Memento Inks. Even kijken hoor. Oh, ik kan ook de Studio Light. Is dat te blauw genoeg? Dat denk ik eigenlijk. Maar het is eigenlijk niet goed van kleur. Dat is het probleem. Want dat is die Faded Jeans ook niet. Ja, misschien als ik hem een paar keer overheen stempel. Oh, deze. Een van deze twee. Nee, dan ga ik toch voor de Faded Jeans. Als ik hem een paar keer over elkaar heen stempel, dan zal die wel goed zijn. Waar heb ik nou die doos gelaten? Ben ik nou zo snel weer? Ik ga het gewoon wagen. Ik zie het vanzelf. Gebruiken we hem, dan gebruiken we hem. En anders gebruiken we hem niet. Faded Jeans. Dat is eigenlijk een jeanskleur. Ja, dat zegt het al, hè. Faded. Dus dat wil zeggen, denk ik... Een beetje
dat het... Oh, wacht even. Pak even dat ding erbij, dat gaat net zo makkelijk. Maar meestal is het als je die fade jeans over elkaar heen stempelt, krijg je steeds donkerder. Dus dat ga ik even doen. Hij is eigenlijk qua kleur wel goed. Maar hij moet toch sowieso twee keer, zie ik. Je moet ook inkt altijd even zijn werk laten doen, hè. Je moet het even tijd gunnen. Ik vind het zo prima. Maar ga ik hem gebruiken? Denk het wel. Oh, die moet er natuurlijk nog af. Die is uit een oude Janine collectie. Dat is uit Essentials collectie. Ik vind dit, ja, ik denk het wel. Ik ga hem gewoon even uitsnijden. Met mijn snijapparaat. Oh, even de ink dicht. Er zit eigenlijk alles eronder. Zie je het al gebeuren? Ik ga. Dus, wat moet er af? Dit wit moet er natuurlijk af, want ik vind het wit helemaal niet mooi. En dan doe ik het altijd net ietsje, dat ik denk, het is net te kort. Nou, ik heb bijna geen rand eraf, zie je dat? Dat is mazzel hoor. Dat is echt mazzel. Ik ga hem eerst zo even doen. Dan heb ik weer beter beeldbaar. Zie je nou, het ziet er lang. Oh, dat ding is niet goed. Ja, dat ding is wel goed, maar hij zat niet goed. Hotseflats. En die moet aan die kant er even af. Want misschien laat ik de tekst toch wel in zijn geheel. Ik weet het nog niet. Hoppakee. En dan. Kijk, nou kan je dus. Omdat je die kopse kantjes hebt gedaan. Kan ik daar kijken. Heb ik hem hier goed? Heb ik hem daar goed? En dan zou die gewoon helemaal blauw moeten zijn. En dat is die. Nou. Nu zit ik dus echt even in dubio. Ga ik dit? Nee, dat is te lang. Dus ik ga hartelijk eraf halen en gefeliciteerd. Ik ga het gewoon in tweeën doen. Vind ik het prima. Klein stukje opzij. Moet natuurlijk oppassen. Hopla. Yes. En dan is het. Nee, niet daar. Dat vind ik niet mooi. Dan komt hij erboven over. Dat vind ik ook niet zo mooi. Dan doen we hem over de bloemen. Maar dan doe ik hem zo hoor. Dan pak ik hem zo. Hartelijk gefeliciteerd. Zo vind ik hem leuk. Ik ga niet hieronder, want dat vind ik dan weer niet mooi. Dus die komt er nog op. Oei, oei, oei. Lijmpistool is uit. Nee, en daar staat helemaal verkeerd dat ding. Hij is omgekukeld. Dan moet ik wel even mijn... die komt een beetje daar. Oeps. Dit doen we gewoon met lijm natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ga even liggen, joh. Zou ik ook doen als ik jou was. Lekker erbij gaan liggen. Hij is goed gesneden, jawel. Dus hij komt hier. Hartelijk. Moet ik wel even rechts plakken. Even kijken hoor of hij rechts zit. Ik geloof het wel. Dus in etappes ging het beter. Oh, er kan hier nog een heel klein stukje van zijn kontje af. Dus die, dat had ik eigenlijk bij deze ook moeten doen. Oh, maar dan ben ik een mutske. Ja, daar ben ik ook weer een miep in. Gaat dat er nog af? Tuurlijk. Ja, ik zie hier, de ene kant is langer dan de andere kant. Ik ga hem niet tussen mijn machine leggen. Dus dat knip ik gewoon even. Langs de letters zal ik maar zeggen. Dat is... als de ene kant was het een paar millimeter breder als de andere kant. Ja, dat vind ik dan een beetje storend. Kijk, nou is die gewoon langs de letters. Hartelijk. Kijk, en dan zullen er vast zijn die zeggen, oh nee, dat had ik nooit gedaan. Ja, weet je, op den duur heb je kaarten en dan staat er niks op. Tuurlijk hoor, je kan er altijd vanzelf wat op schrijven. Maar ik vind het ook wel eens makkelijk dat het er gewoon al op staat. Dat ik gewoon een iets uit de bak kan plukken. Of uit het rek.
Kijk, en dat kan best een beetje onder die veer doorheen, want dat zie je er toch wel door. Wel een beetje recht. Oh, kijk, er zitten stippeltjes. Soms zit dat op dat papier ook teksten en dan ga je daarop focussen. Maar dan zit ook die tekst natuurlijk weer niet recht. Dus het is altijd wat, hè. Het is altijd wat en zelden wat goeds. Ik denk, daar misschien nog een paar donkerblauwe pareltjes. Moet ik even kijken of ik die heb. Heb ik die in de Janine collectie? Dus te helderblauw, denk ik. Ik heb nog wel oudjes. En dat zijn wel hele donkertjes. Dus ik heb hier nog een doosje. Dus dat vind ik dan wel leuk. Een paar kleintjes zomaar. Drie stuks bij elkaar. Even met prikkert. Kijk, en dat is handig, hè, met dat ding. Huppakee. Ik heb wel aardig wat lijm, hoor, erop. Ik had wel iets wat minder lijm kunnen pakken. Daar drie. Hier nog drie. En dan hier drie. Even kijken, hoor, hoe ik uitkom. Ja, andersom komen. Ik geloof dat mijn zoon aandacht wil. Hier heb ik er drie. Ik wil eigenlijk niet op dat. Dus ik denk dan maar een beetje hier. Ik wil niet op mijn bewerkte papiertje. Je zal het toch meemaken. Ik heb het gehad, hè. Je ziet al dat er al. Het is al her en der een zaakje. Of ga ik het wel. Nee, ik vind het dan hier leuker. Hupsakee. Dat toch die doos naar beneden plettert. Maar dat wil je niet. Ik heb het toen allemaal netjes in etappes gevuld. Maar ik vind hem helemaal leuk zo. Ik zeg helemaal niks meer aan doen. Hartstikke leuke kaart. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En nou ja, ga je hem maken. Tag me maar. En ik zie het vanzelf al. Dankjewel weer voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei. Thank you.